Je weet ongetwijfeld wie de oude professor Meijers was. Mm-hmm. Het eerste college dat ik van professor Meijers heb gehad, heeft hij me gezegd dat recht is geschoolde intuïtie. Ja, oké. Zegt dat je wat? Ja, zeker. Wat zegt hij? Lijkt wel of je examen bent komen doen hier. Dat is niet de bedoeling hoor. Nee, ik vind het heel leuk. Ik denk dat we allemaal geboren zijn met een gevoel wat wel en niet kan. Heel goed. En dat je dat gaat alleen maar naarmate je ouder wordt, gaat dat meer vorm nemen. Maar er is natuurlijk ook wel een addertje onder het gras. En dat merk ik nu omdat ik nu zelf een jongere moeder ben, de moeder van een jong kind. Dat de eigen ik moet wel in stand gehouden worden. En dat het moet niet helemaal vervormd worden door de waarden en normen van de samenleving. En dus dat zij haar eigen intuïtie nog steeds heel goed kan herkennen, maar tegelijkertijd ook weet wanneer zij dat kan toepassen en wanneer niet. Ik heb eerst 20 jaar advocatuur gedaan. Toen ben ik bij Shell eigenlijk directeur van mijnbouw, in de mijnbouw geweest, 10, 15 jaar. En daarna ben ik me met onderwijs gaan bezighouden. Mijn oudste zoon is advocaat geworden, die eerste 20 jaar. Die tweede is een mijnbouwingenieur geworden, die tweede 20 jaar. En mijn dochter is directeur van een onderwijsinstituut in Nederland, die derde 20 jaar. Ja. Dus het heeft wel te maken met dat ze kennelijk hebben gezien dat, en in verschillende fases van mijn leven, maar dat ik, en dat is het laatste wat ik ga zeggen, dat het bij mij nooit gaat om een privébelang, maar altijd, en daar was de advocatuur een goed voorbeeld voor, dat je ook het algemeen belang dient. Ja. Dat je ook het belang van je kinderen dient. Dat je niks doet dat niet ook dat belang van dat kind meeneemt. Ja. En als dat kind zich dat realiseert, dan vindt dat kind dat dat beroep dat je uitoefent waarde creëert. En dus waardevol is. En als het sustainable is, dan gaat het ook over op de volgende generatie. Ja. Ja, het moet zeker sustainable zijn. Ja, maar dat was vroeger niet, hè? Om haar vraag over generaties. Sustainability als fenomeen is pas uit de jaren 60. De beroemde rapport over duurzaamheid. Maar nu is dat wel zo. En ik vind niet dat wij over de afgelopen 45, 50 jaar aan de volgende generatie nalaten veel meer waarde heeft dan wat we zelf hebben gehad. Ik ben daar heel sceptisch over. Misschien bent u een beetje te streng voor uzelf. Nee, ik ben niet streng. Ik denk dat het zo is. En naar de volgende generatie is het nog spannender. Ja. Worden we als Noorwegen of worden we als Venezuela? Ja. Maar weet u, dit is net als die stelling dat ze altijd wat er gezegd wordt. Hè? Ik heb oudere mensen altijd horen zeggen, en dan heb ik het over in dit geval muziek. Van, in mijn tijd werd er muziek gemaakt. Muziek dat je nu hoort, is allemaal rommel. En dat heb ik horen zeggen. En op een gegeven moment heb ik mezelf erop betrapt dat ik liedjes op de radio hoor. Dat ik denk, wat in hemelsnaam, wat is dit? Maar de cultuur mag best veranderen. Daar gaat het bij mij niet om. Maar misschien verandert daardoor maar die hele... Maar er zijn waarden. Er zijn, als muziek in verschillende vormen en generaties wordt gespeeld, heb ik geen probleem mee. Ja. Maar als muziek verdwijnt als fenomeen, dan heb ik er wel problemen mee. Ja. En... Maar kijk, zo heeft u, zonder dat u het weet, mij geïnspireerd jarenlang. En zit ik vandaag hier met u. Ja. En wie weet, mijn generatie hebben ze dan ook voorbeeldfiguren. Soms heb je maar één voorbeeldfiguur nodig in je leven. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.